Welkom terug bij Bubbles in Gloss en mijn favoriete onderwerp. Edwin van Onselen, plastisch chirurg bij de A-klinieken. En wij samen zijn daar geweest natuurlijk. Hè. Het is alweer 5 weken geleden dat mijn ogen gedaan zijn. Maar ik ben sowieso vereerd dat ik je favoriete onderwerp ben. Ja, ja, goed hè. Ja, maar, ja, je hebt me mooier gemaakt. En dat je hier nog weer mag zijn. Ja. Dus ik heb iets goed gedaan. Ja, ja, dat goed, ja. Je hebt me mooier gemaakt. Ja. Maar het viel allemaal mee, toch? Of niet? Ja, zeker weten. Ja. Ik ben meegegaan en ik dacht, nou, waarom niet? Dus je hebt me ook even onder handen genomen. Ja. Wat heb jij gedaan, Cosita? Ja. Ik heb een beetje botox gekregen aan de zijkant. Ik had wat kraaienpootjes bij het lachje tegen me. Ach ja, spuit er hier wat in. Ik had het nooit eerder gedaan. Ja. Heel klein beetje hier. En verder nog wat kleine prikjes op mijn lip. Heel weinig, want ik heb natuurlijk al volle lippen van mezelf. Hè? Ja, en jij dacht van, anders krijg ik zulke lippen. Nee, het moet wel natuurlijk blijven. Ja. Maar Edwin, is dat niet bij 35 jaar jong om dat te doen? Doe je dat niet op iets later leeftijd? Ja, ze is 28 toch? 26,5. Sorry. Nee, maar wanneer begint dat zo? Nee, kijk, het is helemaal afhankelijk van... Het is eigenlijk niet afhankelijk van een bepaalde leeftijd of iets dergelijks. Het is net wat de wens is. Ja. En net wat Cosita zegt, dus waar we heel goed naar kijken, is van of het ook... Ja, er natuurlijk uit blijven zien. Ja. Want we kunnen van alles en nog wat doen. Ja. En je ziet ook vaak van hoe de behandeling wordt uitgevoerd. En nu is het ook leuk om het resultaat te zien. Zeg jij ook nee? Zeker. Ja, zeker. Dat is wel belangrijk. Nee, want het is mijn naam die er aanhangt. Ja. Onze kliniek die er aanhangt. Dus dat is juist heel erg belangrijk. Ja, bij mij was het iets meer ingrepen. Ja. En ook tegelijkertijd. Hè? Ja, want je hebt best wel een herstelperiode ook gehad. Hè? Ja. Dus dat, ja. En dan moet je ook... wat ik het... eigenlijk ook het grappige eraan vindt, is dat je weer aan je nieuwe blik moet wennen. Hè? Ja. Dat is... nou, kijk, we hebben natuurlijk weer bovenoogleden gedaan, we hebben onderoogleden gelezerd, bovenoogleden geopereerd. We hebben de frons aangepakt, zowel door middel van botox, maar ook met wat filler. Je had er ook al een littekentje, daar hebben we ook nog mee moeten handelen. Dus we hebben best wel een hoop dingetjes gedaan. Het zijn allemaal kleine behandelingen en het valt op zich wel mee. Ja. Maar totaal zorgt wel voor dat je eigenlijk wel een verandering daarin ziet. Ja, en dan zie je ook wel dat er een verschil is. En mensen zeggen natuurlijk van ja, je wilt toch ook een verschil zien? Dat wil je ook. Ja. Alleen je wil wel dat het er natuurlijk uit blijft zien. Ja. En in het begin merk je van dat het toch in de herstelfase iets meer zwelling geeft. Ja. Waardoor je dat niet direct ziet. En nu heel langzaam gaat het bloemetje open. En dan krijg je die open blik weer te zien. En dan zie je eigenlijk van hoe mooi het is. Ja, want ik zie heel duidelijk bij jou. Dit hing eerst echt over. Ja. En je hebt nu veel opener blik gewonnen. En kreeg je nou veel complimenten als je in de zin van, zagen mensen het verschil? Zeiden ze van, het ziet er goed uit? Of ja, nu, hè, dat zeggen ze nu natuurlijk. Want ik ben van mezelf erg ongeduldig. En dat is precies wat Edwin bedoelt. Je moet wel je rust nemen. En je moet natuurlijk even geduld hebben. Want het is en blijft een operatie. Hoe je het wenst verkeerd. Maar nu krijg ik van iedereen te horen, oh, wat heb je een... open blik, wat ben je uitgerust? Ik vind het ongelooflijk mooi. Ik ken je natuurlijk ook in alle facetten. Ja. En ik vind je echt heel erg uitgerust en mooi en jonger eruit zien. Ja. En ook heel natuurlijk. Weet je wat het probleem met dit soort vrouwen is? Die zo... Nee, maar ik bedoel, die zijn... Die zijn hyperactief in het werk. Die werken heel veel uren in de week. Ja, die kunnen dus niet niets doen. Dus die gaan ook voorover buigen, dingen doen waar jij van zult zeggen... Ja. Dat moet je juist niet doen. Proberen te vermijden. Ja. Maar goed, maar ik snap ook wel van het leven gaat door. Hè. Je hebt ook andere dingen nog. En dat zie je ook steeds meer. Dat mensen zoiets hebben van oké, ik wil die dingen wel. Maar eigenlijk het herstel liever niet of zo min mogelijk. Hè. Dus dat is een beetje van wat de tendens is. Steeds minder zware ingrepen. Kleinere ingrepen. Ja. Met minder herstel. Sneller herstel. Ja, dat is eigenlijk wat de tendens is. Ja, en nou zijn bij jou de lippen ook gedaan. Maar we hebben ook nog andere lippen. Ja, en daar wilde ik het eigenlijk ook over hebben, want het is natuurlijk wordt een beetje lacherig over gedaan, maar het genitale gebied bij de dames is wel een issue eigenlijk. En wat de laatste jaren steeds meer ziet, is de wens dat daar iets gaat gebeuren. Kijk, binnenste schaamlipcorrecties doen we al heel lang. Ja? Het feit van dat meer in de media komt, lijkt net alsof het dan een soort hype is of iets ergens. Natuurlijk, het taboe. Wat in algemene zin over plastische chirurgie natuurlijk nog steeds geldt. En zeker voor dat speciale gebied aan de onderkant daar. Dat speelt nog steeds een hele grote rol, helaas in negatieve zin, mee. Ja. Maar goed, het taboe wordt minder. En we laten meer erover zien, we praten er meer over. Dus er kan heel veel gebeuren in dat gebied. Binnen de schaamlipcorrectie zei ik net al. De clitorishoed vaak wordt ook gecorrigeerd daarmee. En maar een ander ding wat steeds meer nu in opmars is, is van de vagina verstrakken. Ja, Kijk, ons vak
Plastische chirurgie bestaat uit deels functioneel en cosmetisch. Ja. Het cosmetisch is natuurlijk datgene wat we zien. En het functionele is datgene wat we vaak vergeten. Ja, ik bedoel, voor oogleden is het natuurlijk zo van als het zwaar is en drukkend en je hoofdpijnklachten enzovoort en die gaan over, is dat het functionele deel. Je ziet, de leek ziet alleen maar het cosmetische deel. Ja? En voor de onderkant geldt hetzelfde. Misschien dat we daar niet zo vaak naar kijken, ja. Maar het geldt hetzelfde. Dus het cosmetisch deel en het functionele deel. En het functionele deel, ja, zeker het verstrakken van de vagina, is iets wat ja, steeds meer een vraag naar is. En dat kan op een hele makkelijke manier. En met een pijnloos. Ja, want dat is wel belangrijk, hè? 3 kwartier. Geen snijden, niks. 45 minuten. Ja. Geen snijden. Geen pijn. Nou. Ja, een warme sensatie. That's it. Ja. En dat gebeurt met dit ook apparaatje. Ook dat zelfs een warme sensatie. Ja. 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 Kan ook nog fijn zijn, maar ja, we moeten een beetje bij oppassen natuurlijk met dit soort dingen om zo te betitelen. Je gaat eigenlijk met een wat veredelde soort tandenborstel naar binnen toe. Ja. Er zit een puntje waar de verwarming is, als het ware. En dat glijdt, als het ware, in de vagina heen en weer. Het zijn eigenlijk 3 voordelen die je mee kan behalen. Behalve de vaginale verstrakking. Ja. Is ook het slijmvlies wat erop reageert. Ja. Dus betere vochtigheid van de vagina eigenlijk geeft. En het andere is wat je heel veel bij vrouwen hoort, die stressincontinentie hebben. Dus op het moment dat ze drukvolgende momenten hebben, dat ze lachen of schrikken of iets dergelijks, niezen, dat ze dan urine verliezen, daar helpt dit ook heel goed tegen. Dus het is echt een functionele behandeling. Vrouwen die bijvoorbeeld 1, 2 vaginale bevallingen hebben gehad, dat ze eigenlijk na een drietal van deze behandelingen eigenlijk een sensatie ervaren als zijnde voor de eerste bevalling. Wauw, dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Een geheel nieuw onderwerp waar we gewoon over kunnen praten. Ja. En volgende week meer, hè? Ja. Dankjewel, Edwin. Dank je.